Wij gaan op vakantie! Het wordt een lekker rustig pizzaavondje. Of dit was superleuke content. Goeie! Nou, dat is een mooi moment om jullie even een tour te geven. Die is fake. Wat? Dus we hebben de prik opgehaald thuis. Meegenomen. En verpleegkundige Sergio die gaat hem bij me zetten. Heb je al gebeld? We hebben bijna 3,5 uur gereden hiervoor. Wat hè? Verrekte mongol. Zo, Jessie, alle dagen zijn voorbij en nu mag je een vliegtuigje ophangen. Woehoe! Nou, we zijn druk ingepakt. We gaan even ons lijstje doornemen. Jessie is op van de zenuwen, maar we hebben er zin in. Daar gaan we dan. Daar gaan we dan met het vliegtuig. Kijk, eigenlijk onze koffer, die roze, zie je dat? Ja, we zien onze koffer. Dat is grappig. Jessie Silva, zit je lekker? Zo, we gaan gelijk even boodschappen doen. Wat wil je eten vanavond? Huppakee. Jessie. Kom met Jessie Silva. Je zou hier ook groenten. Ja. Zo, waar zitten we nou, Jessie? In een andere auto ineens. He? Heeft onze vriend ons opgehaald. Toen konden we de andere auto halen. Hebben we gelijk even heel veel boodschapjes gedaan. Ja. En we hebben marshmallows meegenomen. Ja, zeker marshmallows meegenomen. Zo. Oh, nee. Ik heb even een rondleiding gehad. En Jessie die kon niet meer wachten. Dus ik zei, trek maar lekker je zwembroek aan. Goed zo. Het water is heel lekker, hoor ik. Hij is gewoon lauw. Ja, we hebben echt geluk gehad in zoverre. Hij zegt, het was de brand was zo... Er heeft één berg niet in de brand gestaan van alle bergen die hier omheen staan. Die was zo heftig, het was zo heet hier, dat de planten, daar staan nog een paar, die heeft hij allemaal moeten vervangen. Alle planten waren gewoon verbrand door de hitte. Wow. Alles. Wat hebben zij dan gedaan? Gescheld? Gescheld? Ja. Nou, hier op zich was geen brand. Alleen door de hitte van de brand was het gewoon heel erg warm. Ja. Dus je kon er nog wel lopen. Het is niet dat heel de stad geëvacueerd is. Maar het was gewoon echt heel heftig. Alles vol met bloed. Oh. Hij heeft alles schoon moeten maken. Ja, dan ga ik de business. Niet rennen. Niet rennen en zeker niet daar, want dat is wel een gat meer. Wow, is die ja, dat was die. Kijk aan, nee, dit. Hartverzakking. Nou, ik ga eventjes wat installeren en zo. En naar het toilet. Nee, en ik heb honger. En de boodschappen. Ja, de boodschappen. Het ijs, poepie. Er ligt ijs in de auto. Oh, dat gaat ontdooien. Nee, van buiten naar binnen. Zo. We hebben ons even aangekleed.
Want het was al inmiddels al 7:15. Ja. Dus we wilden even wat eten. Ja, want je hebt zoveel gezwommen. Zo. Dat we dachten, we gaan even lekker uiteten. Maar ondertussen gaan we nog even pizza eten. Even, maar we landen ook in een halve tropische storm. Nou, ik denk ook dat het een beetje is omdat wij hier nou aan zijn gekomen. Dat ze dachten van, nou laten we ze in ieder geval even een beetje geleidelijk laten wennen. Ja, eerst een beetje Nederlands weer erbij zo. Ja, precies. En dan morgen is het weer helemaal top leven. Ja, we gaan ook even kijken naar die elektrische stepjes, hè? Want die zien we echt overal staan. Ja, inderdaad. Zo, het luchtje ziet er best uit. Dus wij dachten, joh, laten we gezellig buiten eten. Een beetje semi buiten, lekker open restaurant. Daar met die leuke lichtjes. Dus warm is het wel. Of dit wordt een lekker rustig pizzaavondje. Of dit wordt superleuke content. Goeie. Ja, lekker. Heel zo tropisch. In de regen. Oh, lekker in de regen eten. Ik voel me helemaal thuis. Helemaal lekker. Beetje onweer erbij. Gezellig. Ik ben even van tafel verhuisd. We zitten wat droger nu. Fietsen. En jij hebt al een lekker visje? Ik heb een lekkere zwaardvis. Met een zoutstengel erboven? Nee, dat is dus gefrituurde spaghetti. Oh. En lekkere aardappeltjes. Aardappeltje erbij. Ja, het regent, Jessie. Het regent. Gekkie, hè? Oh, kijk, en dan komt onze pizza. Ja, firme. Grazie. Affetto. Oh. En je zit dan meestal niet in de regen buiten te eten, dat is goed. En ik heb gewoon wat gedroeid! Nu al! Record! Zo Jessie, wij zijn alvast even in de auto gaan zitten, hè? Ja! En we nemen de pizza mee. Maar we hadden een beetje, een paar seconden stress, want we dachten, waar is de autosleutel? Dus ik ben maar snel naar de auto alvast gegaan. Ja, jongens. Daar zat hij gewoon nog in. En we zijn gewoon uit eten gegaan. Met de autosleutel in het contact. Oké. Okay. Gewoon nog in het contact. Dat is toch handig? Oh, mensenkinderen gewoon. Dat is gewoon handig. Gelijk, rijk je hem ook niet kwijt. Nee. Niks in je zakken wat in de weg zit en zo. Even wel handig. Ik ga hem alvast naar boven. Kijk, dit is een huisstokje. Nee. Zilver en ik zijn al lekker aan het ontbijten. Wat heb jij? De scooty doe ik. Dat is een soort van cornflakes noemen we dat, hè? Ja, ze hebben hier natuurlijk ook gewoon Kellogg's, Coco Pops. Nou, ik heb op zich redelijk geslapen, best wel veel wakker. En ik ben echt helemaal kapot gestoken. Ik heb nu hier een bult. Het lijkt wel alsof ik tegen mijn deur aangelopen ben. En op mijn been en op mijn rug zit er volgens mij ook één. En Jessie ook, hè?
Op mijn voet. Oh, je voet, ja, dat vinden ze altijd een lekker plekje. Ja, ach. Nou ja, dus wij zijn er alvast uit, Sergio ligt nog aan bed. En de eigenaar die is even wat vroeg begonnen om mama, alles schoon te maken. Dus mama, dat is wel heel netjes. Ja, liefie? Ook op mijn achternek. Op je achternek? Op je hals. Dit is je hals en dit is je nek. En daar, in je nek dus. Ja. Laten we eens even zien. Al je haren zitten ervoor, denk ik. Sergio die is inmiddels ook lekker wakker. Jesse die was een beetje onrustig vannacht. Is ook logisch natuurlijk. Is allemaal nieuw. Ik heb ondertussen ook al 2 uur met Jesse Silver in het zwembad gelegen. En nu is Sergio aan de beurt. En toen dacht ik, nou, dat is een mooi moment om jullie even een tour te geven. Dit is de ingang. Dit is het uitzicht. Dan kom je gelijk in de tuin. Het waait vandaag een beetje. Maar het regent gelukkig niet. Heerlijk plekje. Hier hebben we een lekkere keuken. Gezellig. Met ramen. Pizza oven. Koelkast. Kunnen zitten. Je kan lekker buiten zitten. Dit kan ook dicht natuurlijk. Ja. Lekker leven. Zo, ik loop er even omheen. Dit is het huis. En dat is waarschijnlijk een deur naar de eigenaar. Die woont zeg maar aan de andere kant. We gaan zo naar boven. Maar eerst lopen we nog eventjes om. Allemaal plekjes om te kunnen zitten. Hier is een barbecue. Volle bakjes. Uit de keukentje dus. Oh jee, doe dat. Dan gaan wij hier zo naar boven. De deur moet open. Met de sleutel. Het bovenste gedeelte is van de eigenaar. En wij hebben dan het onderste gedeelte. Vanaf hier kunnen we ook naar buiten kijken. Zo. Hier heb je even een soort van huiskamergedeeltetje met een drumstel. De eigenaar is dus muzikant geweest vroeger. En een barretje. Een pooltafel. Oh. Zo, even wat meer licht. Een piano. Nog een keuken. Eetkamergedeelte. Met een tv'tje. Allemaal verschillende biljetten. Nou, dan gaan we nu door naar de gang. En hier slapen wij. En we hebben dus Jesse Silver. Oh. Zo.
zijn bed ook hier op de grond gelegd. Zodat hij lekker bij ons kan liggen. Dat is toch gezelliger dan alleen. Zoals je ziet hebben we alles gewoon lekker neergeflikkerd. Airco, die doet het goed, maar maakt heel veel lawaai. Hier slapen wij. Ja, het is een beetje een ratje toe van stijlen. Beetje Japans. En dan kan je natuurlijk ook niet Marilyn Monroe missen. En eigen badkamer. Je mag hier wel geen, het liefst geen toiletpapier in de wc doen. Dat vind ik een beetje jammer. Een douche. Het licht weer uit. Hoppakee. Nou, dan hebben we hier nog een badkamer. Oh, verkeerde knopje. Dit zou dan eigenlijk voor de andere slaapkamer zijn. En Tessie Silver zou dan nu hier slapen. Of eigenlijk toen Anja en Rolf mee zouden gaan, wij natuurlijk. Of Anja en Rolf hier. Mooi paars is niet lelijk, zeggen we dan. Maar we hebben dus lekker het matras hier vandaan gehaald, zodat hij lekker bij ons kan liggen. Deze past er ook helemaal bij. Nou, dit was de tour. Zo, we zijn aangekomen bij de strandclub van Sergio's vriend Giuseppe. En daar is Joya. En Joya is jarig vandaag. En die is lekker aan het spelen met Jesse Silver. Lekker aan het strand, maar het is heel winderig, hè Jesse? Heel veel wind. Zo, Sergio, die heeft nog vast even wat besteld. Ja. Pap. Panelle. Even wachten, dat is echt niet. En wat is dit voor lekkers? Dit is gemaakt van kikkererwtenmeel. Oké. Okay. Met Siciliaanse panellen. En dit is kroket. Nee, dat. Van een aardappelkroketje. Nee, sorry, dit is poepie. Dit is gefrituurde poepie. En dit is een gefrituurde poepie. Met gefrituurde poepie. Oké. Eet smakelijk. Wat heb jij nou? Die is wel heel erg goed. Oh, die is vet. Waar ga je hem plaatsen? Ik ga hem echt... Waar wil je hem doen? Ja, dat moet papa wel doen, anders dan gaat het niet goed. Waar wil je hem? Op je arm? Wauw. Ik wil droog, hè? Ja. Ik heb ondertussen een lekkere salade. En Sergio die heeft... Nee, vis. Oh. Andere leeftijd. Andere leeftijd. Lekker pasta kreeft. Met Joya. Iets wat Rolf niet moet eten. Nee. Denk ik. Formule, kreeft en zee. Zo dan. Nou, succes. Succes. Beterschap doe je. Klaar voor. Zo, we hebben heel fijn kinderwagen mogen lenen van onze vrienden. We gaan nu even naar een supermall. Oh!
goed zo, Jesse. Geef hem te eten. Ja. Go, Jesse. Woe. Yes. Goed zo. Hoppakee. We zijn op de boulevard. Jesse Silver krijgt lekker een suikerspin. Maar ik wil niet. Druist tegen al mijn principes in. En dan dadelijk zeuren dat hij niet meer eet. Komt hij niet op de suikerspin. Ik wou een pakje jaren. Dat zit er met z'n toch. Ondertussen zijn we lekker uit eten en ik dacht, ik neem lekker een Caesar salad. Een klein saladetje. Holy moly. Ik weet niet of ik dat opkrijg hoor. Entrecote. Dat ziet er lekker uit hè. Kijk dan. Oh, heerlijk. En in kwistingen. Eet smakelijk. Goedemiddag, is het inmiddels al hè? Ja, het is al 2:15, schat. Ja, ik weet het. Holy moly. Ja, het is inmiddels al 2:15. We hebben lekker gezwommen in bij de villa. En toen dachten we, wat gaan we doen? En we kregen gisteren de tip van Giorgio om naar het natuurreservaat te gaan. Ja. In, waar zijn we? Parecchio. Oh nee, dat betekent parkeer. Parecchio. Ja, bij Trapani in de buurt. Daar. Dus we dachten, nou dat is leuk, dat is bijzonder. Sergio ook nog nooit geweest, dus dat gaan we doen. Jesse Silver die ligt in, ondertussen lekker te slapen op de achterbank. We hebben een uur gereden, meer dan een uur gereden en we komen eraan. Gesloten. Dat is pech. Zit mijn haar leuk trouwens. Zit dan, mijn haar zit leuk. Ga je maar door mij heen praten. Irritant is dat hè? Ja, dus we komen er aangesloten. Ja. En we weten ook niet waarom. Dat is pech. Strand weg. Nee, ik denk gewoon door het weer. Dat het gewoon te hard waait. Ja. Dus of, nu gaan we weer terug. Of er zijn haaien. Dat zou ook kunnen misschien wel. Nee, ja, dan wil ik er ook niet zijn. Nee, ik denk dat het gewoon met het weer te maken heeft. Terwijl, zo hard waait het vandaag toch niet? Nou ja, hier misschien maar de... Als de zee te ruig is. Ja. In ieder geval, wij gaan terugrijden en dan kijken we gewoon onderweg of iets leuks zien en dan zetten we hem gewoon daar neer. Nou, het is een klein stukje terug. En daar was gewoon een leuk stukje strand. Ja. Alleen wel heel druk. Veel parasolletjes en zo. Veel parasolletjes, barretje. Ja. Ik begrijp ook niet dat ze niet gewoon hier onderweg afzetten of in ieder geval met informatie. Ja. Ja. Wat doe je eraan? Helemaal nakkers. Zo, we zijn hier gestrand. Een strand van stenen. We zijn net even aan het water geweest, maar het is echt levensgevaarlijk. Die stroming is super sterk, dus je wordt echt naar voren gegooid en weer mee naar achteren getrokken. Daarnaast doen deze stenen echt super zeer aan mijn voeten, dus maar niet meer in het water. We zijn weer terug bij het huisje. Papa. En Sergio heeft iets in elkaar geflanst, pasta met tomatensaus. Worstjes. Salsiccia. En veel van mozzarella.
wat poepie. Maar ik had geen suiker. En geen ui en geen knoflook, dus de saus niet echt. En wat poepie. Maar kunnen brengen naar mijn idee. Ik heb wel wat basilicum in de tuin gevonden. En je hebt ook een poep erin gedaan. En een beetje poep. Lekker. Super jammer. Hey Jess, waar zijn we nou in? In een kinderreuzenrad. Oh, hoogste punt? Hoogste punt? En we naar beneden. Oh. Vind je het leuk? Hij kijkt zo uit. Ja, echt waar? En zo. Het is inmiddels 10:30, maar deze meneer die heeft er nog zin in. Het laatste rondje. En daarna gaan we lekker naar huis. Goedemorgen. Goedemorgen. Morning. Zo, het is inmiddels maandag. Gisteren hebben we even gezellig afgesproken 's avonds met de familie van Sergio. Ja. Heb ik een heel klein stukje van laten zien. Ja. Verder lekker filmen. Ja, was zeker gezellig. Het was familie. We waren even naar de kerk geweest. Daar was Ignora. Huh? Niet naar de kerk. Naar kermis. Ik zei op kermis. Oh. Ja, vertel maar zo. En daar was Ignora. Engels spreekt. Italiaans spreekt. En was ook. Kaya. Alessandro. Ja. Alessandro was er ook. Gezellig, hè? En mama was er. Ja, ik was er ook. En papa was er. Wat heb je allemaal gegeten dan? Ik heb een donut gegeten. Donut en ice cream. Echt heel veel, hè? Ice cream. Nee, gisteren niet. Nou, we hebben over heel de dag heel veel ijsjes gegeten. Hè? Maar 's avonds heb je nog een hele grote donut gekregen. Nou ja, en toen gingen we naar huis om de auto te halen. En om daar af te rekenen bij de parkeerplaats. En toen zei hij, maar dit tientje neem ik niet aan. Die is fake. En? Wat? Ik ga de poepie laten. Heel arrogant, als in... Doe normaal. Ik zeg, nee, dat kan niet meneer. Ik zeg, die komt net uit de automaat. En Hij zegt, nee, is echt. Hij zegt, dit is snap. Maar ik dacht echt, die maakt een grapje. Ja. Of hij heeft het fout. Dus ik nog een briefje, want ik weet van werk in de horeca. Als je hem dan over een wit papiertje strijkt, als hij afgeeft, dan is hij echt. Ja. Hij geeft inderdaad niet af. Ik zat er niet. Ja, en toen moesten we dus heel lang nadenken. Want ik had inderdaad geld uit de automaat gehaald. 1 betaling daarmee verricht. Ja, maar we wisten even heel lang niet meer wat. Maar uiteindelijk bleek het de parkeerplaats te zijn. Waar we bij het Stenenstrand hebben gelegen. En waarom? Betaalde 20 euro. 15 euro terug gehad. En het tientje was nep. Ja. Dus ja, het is even de vraag natuurlijk of zij het wel geweten hebben. En dat zij ook gewoon niet hebben opgelet. Maar er schijnen dus heel veel in omloop te zijn. En het is ruim een uur rijden, dus je rijdt ook niet even terug. Nee. Dus we zullen zo wel even laten zien wat het verschil is. We gaan dadelijk naar het strand. De verjaardag van Joya vieren. We hebben er al even gezien. Hè? We zijn al lekker bij het strand geweest van Giuseppe. Maar nu viert ze haar verjaardag, want dat was eigenlijk zaterdag. Maar dat is verplaatst vanwege de wind. Ja, dus
het ging toch niet door. Nee. Dus maar vandaag wel. Vandaag gaan we daar naartoe. Nou is het binnen. Nee, het is nog steeds buiten, maar vandaag is het weer beter. Oh. Want het is echt snoeiheet vandaag. Ik lag wel even de bak, jullie waren nog aan het slapen. Ja. Even een boekje gelezen. Gelezen. Al liggend gelezen. En ik wil niet meer. Ik wil nooit meer naar die grote zee waar ik onder water was geweest. En dat heeft wel echt indruk gemaakt. Ja. Het was maar heel kort. Ja, dat weet ik, schat. Dat was namelijk... Ik echt nooit meer naartoe. Nee, dat was wel een beetje eng. Ja. En het was heel snel, maar we zaten dus in het water. En eigenlijk. Was het echt zo ontploft? Zitten en dan kwam de golf een beetje over je heen. En ging je, nou wat zal het zijn, 5 meter verder. Kon je lopen. En ineens zeg maar zo'n geul. En dan zat je zo tot hier in het water. Dus we waren een beetje aan het spelen. Ja, toen kwam mama erbij. Toen waren we lekker een beetje aan het spetteren en doen. En ineens komt er een golf. En het was wel opbouwend, zeg maar. Die golf in die branding, dat was leuk. En ineens een golf. En ik kon hem niet houden. Ik ging onder water. René kwam boven water met de bril zo half hier. En echt een verdwaasde blik van, wat gebeurt hier? En ja, ik was ook echt helemaal aan het draaien. Ja, dus wat je dus merkt is dat ineens een golf kan komen. En dan hoeft het niet eens zo gigantisch te zijn. Ja, dan gaat hij... En die is zo sterk, daar doe je gewoon niks tegen. Nee. Ja, dan kan je echt niks tegen. Hij haalt zijn bandjes om en hij komt alweer boven water. Maar ja, hij maakt ook een tuimeling. En je staat gewoon... Nou, en ook, je hebt gewoon pijn in je voeten, want die stenen zijn echt niet lekker. Ja, je kan niet echt lekker opstaan. Daarom inderdaad. Wilden we ook wat dieper, want anders kon ik echt niet blijven staan. Dat deed gewoon zeer. Ja. En... Maar voor mij niet. Nee, voor jou niet, inderdaad. Maar je werd gewoon eigenlijk... Want de golf kwam naar het strand toe. Dus je kreeg een gooi naar het strand toe. En maar ook weer gelijk teruggezogen de zee in. Hij was zo gigantisch dat hij zo'n steen onder water kon duwen. Ja, dat was zo gigantisch. Nou ja, ik zat dus op een gegeven moment. Ik zeg, oké, dit was het. Dit is te gevaarlijk. We gaan eruit. Dus dan zijn we er ook uit geweest. Jullie nog lekker naar de stenen gezeten. Verder boven gaan zitten, ja. Ik op mijn stoeltje. Dat zat toch wat lekkerder. Maar ik zag op een gegeven moment ook zo'n klerenkast. Die dacht ook even de zee in te gaan. Nou, die werd ook helemaal omver geblazen. Die dacht ook van, oké, ik heb het... Ja, ik hou het voor gezien. Doei! Ja. Dus ja, het is echt de kracht van de natuur, hè. Maar je moet gewoon ook niet stom zijn dan. Dit moet een waarschuwing zijn en gelijk eruit gaan. Want het is gewoon gevaarlijk. Ja, ik moest gelijk denken aan een tsunami, weet je wel. Je denkt van, je ziet dat in filmpjes. En je denkt van, ja, okay, ja, het is vervelend. Maar goed, het golfje... kun je wel weer staan of zo. Maar als er dus een golf maar blijft komen en dus inderdaad een kilometer landinwaarts gaat en dan weer terug. Ja, je echt terugzuigt. Zuigt gewoon. Ja, dat doe je niks tegen. Nee. Ja. Dus... Het was een heel klein momentje, was even eng. Hè? Dus dat gaan we gewoon niet meer doen, schatje. Nee. Dat komt goed. Hier lekker het zwembad, niks aan de hand. En hier bij het strand is het veel rustiger. Dan heb je heel lang... ik denk wel 50 meter dat je gewoon tot je knieën kunt lopen. Ja. Dus dat gaan we niet meer doen. Hè? Nee. Nu heeft Sergio even een lekker eitje gemaakt. Die is inmiddels al verorberd. Ja, dan ga ik jou zo meteen wel even prikken. Ja. Wie? Ik wil mama prikken. Ja, want het is inmiddels een 4 weken na mijn Lucrin-prik. Ja, bij Lucrin-prik, mijn antihormoonprik. En die valt precies in de vakantie. En ik dacht, nou, een paar dagen later of een weekje later kan niet zo erg zijn. Nee, dat mocht niet. Dus we hebben de prik opgehaald thuis. Meegenomen. En verpleegkundige Sergio, die gaat hem bij me zetten. Zo, de voorbereidingen worden gedaan. De handen worden goed gewassen. Tafel schoongemaakt. Nou, gaan jullie het toch doen? Zeker. Oké. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Wow, een hele scherpe. Voorste stoppen bij de blauwe lijn is. Mooi. Dat is de voorste toch? Of is dat de voorste? Ja, dat denk ik wel. Nu zitten we al van elkaar. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik zweet met de beentjes. Hij zit. You did it.